wel zeggen, je moeder, ik moet zeggen, ik heb je moeder ook, ik heb jou voor mij gegeven. Ik vond het wel stoer van haar. Ik heb ook een hele stoere moeder. Ja, echt waar, dat vind ik echt. En ik meen serieus, maar één ding klopt er niet. Mag ik het zeggen? Nou, het is namelijk zo, jij hebt ons, er staat namelijk een foto. En ik hou heel erg van je moeder, weet ze ook, hè. En hij is altijd alles weggehaald is, hè. Dus zo'n meubelboulevard die dan hele goede zaken heeft gedaan, hè. Ja. En er staat een foto, want die foto... Van ons, hè? Ja, van ons. Dat is die. Die heb ik ook hier. Dus we hebben ook een foto gemaakt. Die staat er nog steeds, trouwens. Ja, maar ik ga vertellen wat er mis is. En dit was de foto dat van mij, Jantje Smit, als eerste keer dat Jan in mijn programma kwam. Ik heb er ook heel veel succes mee bij sommige beurzen, als ik deze foto laat zien. En, maar deze foto, die hebben wij opgestuurd... Nadat, dus deze foto is waarschijnlijk door je moeder toch daarna pas neergezet. Dit was voor en dit was na. En jij hebt die foto gestuurd nadat Jolante weg was. Deed zeker? 100%. Oké. Okay. Dat was namelijk omdat je zei dat alles weg was, heb je nog een foto voor thuis. Ah. Nou, wat jij hebt, heb ik veel mindere mate meegemaakt. De afgelopen zomer heeft de Quote... had een artikel geschreven over mij. Niet met mij, maar over mij. De Lion King, waarom in Hilversum de leeuw regeert. Voor de mensen thuis, dat was voor Waar is Elvis en de Tafel van Vijf. Ik wil er ook eerlijk in zijn. Maar dan krijgen we deze foto, lieve mensen. Deze foto. En dan is er nog een andere foto. Oh, er is wel nog een foto, toch? Niet? En dan hebben we nog deze foto, mensen. En ik heb aan mijn hele familie thuis moeten uitleggen dat ik dit niet echt ben. Dat dit een... Dat is een speciale gefotoshopte foto. Mijn moeder dacht echt, de vriend van mijn moeder ook... dat ik speciaal naar de studio was gekomen... om als een soort leeuwenkoning gefotografeerd te laten worden. Maar kijk nou zelf, die tepels zijn toch niet mijn tepels? Je hebt veel grotere tepels. Nee, echt niet. Mijn tepels... Even goed, want dit is mijn tepel. En dit is de tepel van deze. Met een schoon mijn hoofd opge... Ja, nee, dat is echt gênant. Ik wil aan alle mensen zeggen, ik was dit niet. Dit was wel mijn hoofd. Maar dat was een hoofd van een andere foto. Maar er is een ander lijf ondergeplakt. En dan vraag ik me af, ben jij dat geweest of niet? Nee, maar ook qua... Het klopt gewoon niet. Het klopt gewoon niet, Leroy. Daar ben je er kwaad over dan? Nou, ik was er al redelijk... Het artikel viel reuze mee. Het viel reuze mee. Maar ik was... Ja, nou, ik dacht die foto. Ik dacht, nou ja, dat ben ik niet. Ik ging ook zelf ook nog twijfelen. Heb ik dan in een soort dronken bui. Maar toen ging iedereen bellen. Ik zei, oh, wat een leuke foto. Wat spannend. Nou, dat durf je maar. Ik zei, maar ik was het niet zelf. Dat baalde ik. Ja, het is minder erg dan wat jou is overkomen. Maar toch ook wel een beetje erg voor mij. Ja. Maar ik vind de foto op zich helemaal niet lelijk. Of... Nee, het gaat niet om lelijk, maar ik heb niet zulke tepels.